de Jacques, dat is een superleuke winkel. En zoals je ziet is het natuurlijk helemaal mooi in de haren en je ziet er prachtig uit. Ja, super prachtige set. Heel mooi, Irma. Heel mooi. Eén ding weet ik wel, en dat weet ik echt wel. Vlog van Irma Knol. Irma Knol, dat ben ik. Deze keer is het weer een shoplog. En niet zomaar een shoplog. Ik ben naar Oldenzaal gereden. Dat is ongeveer 1,5 uur van mijn huis. En ik kom eigenlijk nooit in Oldenzaal. Maar ik volg al wel een hele tijd De Jacques. En De Jacques, dat is een superleuke winkel. Wat De Jacques kenmerkt is dat Debbie heel vaak, volgens mij elke dag wel zo'n beetje, allemaal leuke filmpjes laat zien op haar Instagram om mensen te inspireren met verschillende kledingstijlen, verschillende items die ze heeft in haar winkel. En dat doet ze op een hele bijzondere manier. Ik weet dat ze enorm veel fans heeft. Ik kijk het zo vaak, maar ik ben nog nooit bij haar in de winkel geweest. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb haar benaderd en gezegd van, joh, vind je het leuk als ik een keer bij je in de winkel kom om een shoplog op te nemen? Want je doet het zo verschrikkelijk leuk en je laat zulke leuke items zien. Ja, ik ben gewoon benieuwd hoe het is. Want ja, je ziet het natuurlijk op Insta en wat ik zelf vaak hoor van, oh, als ze me tegenkomen van, oh, jij bent echt zoals je ook overkomt op Insta. Nou, dat heb ik natuurlijk ook. Want soms komen mensen wel eens iets anders over op Insta dan in reality, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe Debbie is. Of het ook echt zo overkomt in het echt, zullen we maar zeggen. Ik denk het wel, want volgens mij is zij een heel puur type. We gaan het meemaken. Dus ik ga nu naar de winkel. Ik ga even kijken waar het is. Ik heb de auto geparkeerd en ik ga zo bij haar naar binnen. Ze weet natuurlijk dat ik kom en ik hoop dat de koffie klaar staat. Ja, hashtag ik kan niet zonder koffie. Dus Debbie, ik ga je zien. Tot zo. Ik ga eens even kijken of ze er is. Dus ik ben heel benieuwd. Daar is de winkel. Ik ga even kijken of ze er is. Wat zie je? Inmiddels ben ik in de winkel. Kijk eens. Wie er is. En er staat ook nog wat achter op de kerstbal. Gaan we opkijken. Fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2022. Liefs Irma Knol, Milan Enzo, Shen en Henk en Marietje Knol. Dus de hele familie Knol. Erwa, du. Kijk eens, die hangen we in de groep. Ja. Ik vind dit al zo mooi voor jou. Ik vind het superleuk. Hè? Ja. Of niet? Ja. Ja, dankjewel. Ja. Dit is dus het begin. Ik heb eerst met het boek gegeven en de groetjes van de hele familie. Ja, Duk natuurlijk. En zoals je ziet is Duk helemaal mooi in de haren. En hij ziet er prachtig uit. Dus Wat hè? Mama mooi, Duk ook mooi. Ja. Toch? Ja. En Debbie natuurlijk. Die heb ik ook nog nooit gezien. En ik zei net in de auto van toen mijn vlog begon. Ik ben heel benieuwd of ze in het echt, want dat zegt ze ook altijd tegen mij. Ook zo is. Ook zo is. Nou ben ik wel, hè? Nou, daar is ze wel ook. Nou, dankjewel. Ja. Gelukkig wel. Dus ik ga eerst even aan de koffie, want de koffie staat klaar. En daar ben ik heel blij mee. Dus we gaan even koffie drinken. Ja! Lekker! Yes. Gezellig! Het eerste setje is aan. En ik zal het even in de spiegel laten zien eerst. Tatarada! Dat is het eerste setje. Maar ik laat het zo meteen natuurlijk even beter laten zien. En Debbie! Ja! En het is een mooi Nicky jurkje wat je draagt. En daarop hebben wij een heel gaaf stoer leren jasje gedaan. En die is van Goosecraft, super gaaf met die nikkels erin. Dat is echt wel ons paradepaadje. Dat is ook wel typisch De Jacques. Durven niet veel kledingzaken in te kopen. Wij wel. Wij houden ervan. En eigenlijk heb je jouw eigen mooie laatste ronde die er eigenlijk prima onder past. Ja, precies. Ja, eigenlijk zou ik er nog een mooie suntan panty onder willen zien. Nou heb je met een bloot been aan. Ja. Vaak pakken wij die van de valken eronder. En dan is je been helemaal glad. Als je ouder wordt, dan wij Irma. Wij doen wel ietsjes, hè. Dan moeten wij ietsjes even een afkledende panty erop. Dat bedoel ik. Maar dit is helemaal gaaf. Ik wou het dus zelf ook zeggen. Van normaal gesproken zou ik dus in ieder geval iets met een panty eronder doen. Want ik zou dat ook doen. Maar het is fantastisch mooi. En wat ik mooi vind, ook als je wat ouder wordt, is dat je toch wel even jezelf ietsjes dichter vaak door een hoge laars te pakken. Ja. Ik vind zelf een punt eronder en dan op onze leeftijd niet meer. Dan pak ik mijzelf ook ietsjes meer dicht, dat we niet meer zoveel van onszelf laten zien. Kun je doen dat je 20 bent, maar op onze leeftijd gaan we een beetje kijken wat nog bij ons past. Ik ben het helemaal met je eens, weet je wel. Ja. Ik heb dat dus zelf ook. Ja. En ik vind wel heel erg dat je dat zelf bepaalt. Kijk, als jij vindt dat je dat wel kan doen, maar dus moet je het gewoon lekker doen. Moet je het doen, maar ik heb zo precies hetzelfde. Dat ik denk van, oh ja, wat zie ik nou? Vind ik dat wel fijn om te laten zien? Ja.
doe ik, vind ik het niet fijn. Hoge laars, panty. Ja. Ik ben helemaal met deze. Ja. Ik heb precies hetzelfde gevoel. Dat vind ik wel heel fijn. Dat we daar zelf door overdenken. Maar nogmaals, nu? Wij veroordelen nooit niemand. Vind jij het zelf leuk om hier een pump met een bloot been onder te dragen? Moet je doen. Ik draag ook nog wel een bloot been in de zomer. Maar toch, als je ouder wordt, ga je nog iets meer gekleed dragen. Precies. Prachtig. Heel mooi. Laatste zijn dus van mezelf. Ja. Wat ik even heel goed wil laten zien is die achterkant. Hè? Dat is zo gaaf. En wat het mooiste is, die nikkels gaan er ook niet af. Mag natuurlijk ook niet voor de prijs. Is er helemaal ingestanst en niet erop geplakt. Dus dat blijft ook mooi. Ik zal nog even laten zien zonder. Heel erg mooi. Goede vrouwelijke mouw. Prachtig. Mooi. Ja, hij zit ook ontzettend lekker. Maar ja, dat is logisch. Super gaaf. Heerlijk. Volgende setje, laat hem even zien in de spiegel. Kijk. Ja, maar als ik uit Antwerpen kom, hoppatee. Hoe ver is dat dan om? Naar ik geef de camera weer aan Debbie of aan haar man. Ja, ik moet even kijken. Ja. Ja. Of aan Duuk, maar hier kijk ook natuurlijk. Daar is jouw fan, Irma. Ja. Of niet Duuk? Vandaag wel, hè? Duuk mag kijken of mooi is. Nou, Irma, je hebt nu een mooie set van Guess aan. Met onze eigen label pumps eronder. Die kun je nergens anders krijgen dan als bij ons. En, die vind ik mooi en ze zitten ook lekker trouwens. Pas van perfect. Het is ook helemaal leer van binnen en van buiten. Ja. Het zijn €169 betaal je dan ook voor. Maar het is al moeilijk om op een pump te lopen. Dus neem dan ook een echt leren als je niet al te vaak op een pump loopt. Ja, en, absoluut. Nou, ik heb zelf heel veel op pumps gelopen. Maar als ik een pump pas, weet ik, hij moet direct goed zitten. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, en voor de rest heb jij gewoon een gaaf wit pak aan van Guess. Vind ik altijd mooi. En een top met bijpassende sjaal erbij. Dus eigenlijk moet even de sjaal straks af, kunnen we dat even laten zien. Ja. En dat haalt dat witte nog extra op. En vooral met jouw blonde haar vast bij jou, laat ik het zo zeggen. Absoluut. Prachtig. Kijk, als je nou de sjaal eens afdoet, dan zie je dat jij daar dus een bijpassende top onder hebt. Met een kruisband. Dan gaan we het er gewoon inzetten. Prachtig. Mooi, hè? Leuk detail nog even. Super gaaf. Oh, een mooie tattoo. Mooie tattoo, hè? Dat is mijn huismus. Ja, heel goed. Kijk, en dan heb je hier dus die mooie eigen labelpump. Helemaal in leer. En voor heeft hij ietsjes een snake print. Ja, super prachtige set. Ja. Heel mooi, Irma. Heel mooi. Daar gaat hij. Prachtig. Prachtig. Midden ligt het streepje Oldenzaal. Je ziet dat het lekker loopt, hè? Ja, het is fantastisch. Het volgende setje. Een spijkerjurk. En niet zomaar een spijkerjurk, een hele lange. En dat vind ik ook wel een keer heel erg leuk hoor, zo'n hele lange. Ik heb wel eens eerder een kortere gehad, maar ik vind dit ook wel heel leuk. Leuk hoor. Vind jij het leuk? Ja, wat vond je het mooiste? Die... Alles. 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 Oh, dus jij vindt Irma mooi in alles. Ja. Maar je bent charmeur jij. Hey. Zeg, hè? Oh, dan word ik helemaal verlegen, mooi, hè? Ja. Dit is ons eigen label weer. Net als Sonnypump maken wij ook wel eens kleding eigen label. En dan vinden wij een keer een rits mooi. Want een spijkerjurk wordt mooi aangesloten te zitten. Ja. En vaak als je dan met knopen pakt, gaan de knopen uitstaan. Toen hebben wij gezegd, wij doen een lange rits in. En dan is die helemaal mooi van boven tot onder mooi aangesloten en dicht. Ja. Wij leggen het accent altijd ietsjes hoger in de taille. Want de dames hebben altijd mooi een smalle taille. Dus daar snoeren wij mooi aan. Is vaak het sterkste punt. En als je een vollere buste hebt, kunnen de dames spelen met de rits. Ja. Dus dan kunnen ze de rits wat lager doen. Als je een wat vollere buste bent, die willen dat allemaal niet hoog dicht. Ik wil het wel wat hoger dicht. Ik heb weinig buste. En dan lijkt het nog weer wat. Zo doen we dat. Precies, ja. Kijk. Deze jurken gaan tot XXL. En is echt gewoon heel erg mooi voor iedereen. Of je nu iets voller bent of je bent wat slanker en wat kleinere borstjes. Het kleedt iedereen. Top. En daar hebben wij over nagedacht. Dus precies. Ons eigen label jeansjurk. Nou ja, wat jij zei, ik doe ook automatisch dit wat hoger. En van onder mooi die rits. Ja. Mocht de jurk nog iets te lang zijn, hebben wij ook over nagedacht. De rits niet helemaal tot beneden. Dus je kunt hem ook nog heel goed inkorten voor de wat kleinere dames. En de langere dames zit hij eigenlijk meteen al goed. Ik heb dan altijd de neiging om dit even te doen. Vind ik ook wat stoerder. Ik laat ook altijd iets meer ledematen zien. Dat vinden wij ook altijd belangrijk. Ja. Pak jezelf niet helemaal dicht. Hoe meer je jezelf dichtpakt, is bij jou niet nodig. Maar hoe voller je lijkt. Dus wij laten ook altijd wat meer zien. Ja. En dat vind ik ook heel leuk. Er zitten ook zakken in. Er zitten zakken in. Dames zijn altijd even zenuwachtig op een feestje ergens. Een beetje onwennig. Ik wil even mijn handen kwijt. Dus wij hebben er zakken in gemaakt. Klopt. Goed zo. Helemaal. Ja, hè? Even wat zeker. Ja. Dan denk je van, nou, eventjes. Kom maar op. Kom maar op. Prachtig.
zetje. Ja, ik kan niet anders zeggen dat het gewoon gewoon ontzettend lekker zit. Dat sowieso al. Sjaal, tas, pumps weer. Weet je wat het is? Nou zie je weer dat die pumps dus eigenlijk overal bijkleuren. Wat ik al zei, pak weer een pump. Maar met een mooie sneaker is deze set natuurlijk ook uiteraard heel gaaf. Pak een spierwitte sneaker hieronder en je bent ook klaar. Mm-hmm. Dus dat is, ik zou zelf geen laarsje pakken. Vind ik zelf, pak je jezelf dicht. Oog je wat gedrongener, wat kleiner. Wij laten natuurlijk altijd wat meer been zien. Maar voor de rest heb jij gewoon een super gave travelbroek aan. In een iets dikkere kwaliteit, omdat het natuurlijk een lichte stof is. Moet je die niet in een dunne kwaliteit pakken, want dan zie je er te veel doorheen. En daarop ook een travel blouse. Heel eenvoudig, een poppy blouse van Studio Analoes. De broek is van Cassiope D12. Het is een hele mond vol, maar zo heet dat merk. Mooi naam. En jouw tas is van Donna Karen. Is een prijzige tas, 249. Maar goed, weet je, dat kunnen wij ook verkopen. Wij brengen niemand in verlegenheid. Ik heb nou ook een truitje van 39,95 aan. En dat is ook heel erg leuk. Dus wij hebben in iedere prijsklasse hebben wij wel iets. Ja. Jeans van 39, of van 200, of van 100. Dus dat vind ik gewoon zo prettig. En wat ik zag, verschillende leeftijden in de winkel. Ook. En dat vind ik ook heel leuk. Jonge mensen. Ja. Ja. Naarmate je ouder wordt, groeit de winkel daar eigenlijk ook wel een beetje in meer. Dat merken wij ook aan onze inkoop. Maar we proberen het voor iedereen. Maar zo'n truitje kun je aan als je 50 bent, maar ook als je 18 bent. Ja. Weet je? Dus dat zijn Mijn moeder is 80, die kan ook aan. Nou ja, die kan dat ook nog aan. Dus dat is altijd wel heel erg leuk om bij ons te zien. Verder heb jij een sjaal van Trendezo. Dat is eigenlijk een beetje de Arafat look van vroeger. Ja, ik ben daar heel erg dol op. Ik vind dat heel gaaf. En ook wederom, deze sjaal kleurt eigenlijk overal bij. Als je een mooie nude-kleurige of mooie zandkleurige set aan hebt, pakt de sjaal, breekt hem net iets door de print. Ja. Zo moet je een beetje zien. Ja. Mooi. Ik vind het heel mooi. Mooi setje. Prachtig. Ja. Helemaal af. Kleuren goed. Ja, en dan een keer zo'n grote stoere tas erbij. Ja, heel gaaf. Ja. Mooi hoor. Ready to go, zou ik zeggen. Ready to go. Ja. We eindigen met deze prachtige set. Ik vind de kleur ook zo mooi. Echt zo mooi. Het is een, richting zomer. Dus van de nieuwe collectie. Ik doe er zo meteen nog even een jasje over natuurlijk. Want het is nu natuurlijk logisch nog een beetje te koud. Maar even een voorproefje alvast van de lente. Want daar hebben we denk ik ook allemaal wel zin in. Wat je wel kunt doen is een keer, ook als je hebt wel eens hele warme dagen. En dan heb je s'avonds bijvoorbeeld een zomerfeest in de stad of noem maar op. Mm-hmm. En je doet een mooie jumpsuit aan, dat je dan een mooie omslagdoek erbij pakt. Oh, okay. Dus die zou ik dan bij jou zo, dat doe ik dan. Ik pak ik een tas. Ja. Dan haak ik hem altijd zo tussen mijn tas zo. En als het wat killer wordt, dan kan ik die dan omslaan. En als je dan een keer een mooie tas pakt, en dan sla je hem er mooi bij om. Dit vind ik dus heel mooi. En heel vrouwelijk. Ja, we kunnen ook lekker zo worden. En gewoon zo als het bloed heet is. En je gaat lekker de stad in. Prachtig, mooi gedekt. Pumpje er wel onder. Het eeuwige pumpje bij de Sjaak. Maar goed. Ja, maar dat is het voordeel van deze kleur. Je hoeft eigenlijk maar één pumpje. Ik zal nog even goed laten zien hoe het gaat. Het zit trouwens op je zakken. Ja, ook weer fijn. Heerlijk. Dus daar gaan we. Ja. Ja, dan heb je echt een heel gaaf nieuw sneakertje. Het is echt vernieuwend. Prachtig. Mooi. Heel erg. Een hele fijne stof. Hele fijne. Dat is ook weer van de 12e Gesopé. Het mooie merk. Het is wel een heel mooi naam. Ja, is prachtig. Super mooi. Heel mooi. Gaaf. Ik heb nog steeds het laatste setje aan, maar wat ik nog helemaal niet gevraagd heb. Kijk, ik zeg wel de Sjaak, ik weet dat jij Debbie heet. Ja. Oldenzaal, bekend. Ja. Ja. Je maakt mooie foto's op Insta, klopt. Facebook. Ja. Maar hoe lang heb je deze zaak? 12 jaar dus. Ja. En ik heb hier 10 jaar lang een poelierswinkel gehad. Eigenlijk ben ik een poeliersvrouw. Oh, echt? En eigenlijk gestudeerd netjes, toen onverwacht zwanger geraakt, 4 kinderen verder. Getrouwd met een kippenboer, daar onze zaken in gedaan. En na 10 jaar dacht ik, nou is het goed geweest. En toen kwam onze nieuwe op de wereld. Is dat de jongste? Nee, dat is mijn derde. De derde, oké. En Duk is heel bijzonder. En toen dacht ik, ik moet iets meer tijd hebben voor Duk. Ja. En gewoon om 5:30 een winkel dicht kunnen doen. En dan kan hij in de verse handel. Nee. En toen dacht ik, ga wat anders beginnen. En toen ben ik in de kleding begonnen. En dat heeft eigenlijk heel goed uitgepakt. En sinds 4 jaar een allerliefste compagnon erin. Ja, en Saskia is mijn cameravrouw. En we hebben de zaak weer dubbel en dwars uitgebreid. En we gaan mega goed.
En dit is onze Sas. Hallo ja. Allemaal. Dat is mijn stun en toeverlaat. Ja. Dus jij maakt de filmpjes? Ik maak altijd de filmpjes. Oh. Ja. Maar we zijn een goed team en wij hebben er lol aan en plezier aan. En we zijn nog lang niet klaar met jullie. Nou, één ding weet ik wel. En dat meen ik echt oprecht, anders had ik het ook niet gezegd. Nee. Het is een warm bad als je hier komt. Het is gezellig. Iedereen loopt lekker door elkaar en past en te druk. Ja. Wat wij net al zeiden, de leeftijden zijn, leeftijden zijn echt van jong tot oud. Ja. Dat is superleuk om te zien. Ja. Ik vind het top. Nou, zijn we heel blij. Oh, ik heb nog één vraag. Ja. Want jij vertelde net iets over bellen, want je hebt geen webshop. Nee, we hebben geen webshop. Maar je kunt wel bellen. Ja. Krijg je persoonlijk contact met de dames aan de lijn. Meestal hebben we wel 4 dames aan de lijn als het echt druk is. En die staan je persoonlijk te woord. Welke maat, wat moet ik nemen, hoe valt het uit? Dus eigenlijk een beetje een persoonlijke verkoop, maar dan aan de telefoon. En we hebben gewoon geen webshop. We hebben bewust voor gekozen om dat niet te doen. En we sturen het graag op naar je. We hebben bepaalde voorwaarden. Die hoor je als je de teleshop belt. Dan hoor je de voorwaarden. En als je het daar niet mee eens bent, dan kun je of de verbinding verbreken. Of je krijgt een van onze gezellige dames aan de lijn. Nou, super. Live vlog. Dit was echt helemaal super. Echt bedankt voor het kijken naar deze shoplog. Vergeet natuurlijk die blauwe duimpje en te abonneren op mijn kanaal. Ik wil nog steeds heel graag naar die 100.000 abonnees. Het kost helemaal niets, verplicht je tot niets. Je kunt een belletje aanzetten. Tot de volgende video. Misschien een shoplog, misschien een andere. Je gaat het zien. Hou me in de gaten. Dikke kus en maak er een mooie week van. Doei doei!